allemaal de schoenen weg. Dus ik denk dat het hier is. Nog twee mensen, jullie willen vast. Dus de dansen nog wel in elkaar. Dus de dansen allemaal. Zijn jullie mee? Ja. We zijn uitgenodigd. Ja, kom erbij. Waarom dansen op blote voeten? Dat is natuurlijk, we zijn Hof van Moeder Aarde. En we zijn wel bezig om verbinding met de aarde te zoeken. Letterlijk. En dat gaat natuurlijk makkelijker met blote voeten. En verbinding met elkaar. Dus ik zou zeggen, doe je schoenen uit en sokken en voel eens hoe dat is. En dan een beetje door de ruimte heen. Dan kan je de ruimte een beetje verkennen en de mensen die je tegenkomt. Moet iedereen een hand geven? Of is... Nou, even goed is wel leuk. Arm. Ja, je hoeft niet iedereen dag te zeggen, hè? Nee hoor, even knikken mag toch. Nee. Het is geen voorstellingsronde, maar wel een beetje verbinding is er al wel, weet je. En dan pak je even een plek waar je wil staan. Let wel op je buurman en buurvrouw. Dan probeer eens lekker de ruimte te voelen. Frans is wat minder atletisch, viel mij ook op. En, maar die observeert, hè? Nee, ik ken het helemaal niet. Maar ik vond het vreemd dat het niet buiten was. Want ik had wel eer met de natuur, wat Marcel vertelde, had ik wel verwacht. Hoe was het voor jullie? Nou ja, ik zit vooral naar jullie te kijken. Ik zit vooral te kijken. God, ineens zit ik in een klasje dansen, naakt voeten dansen. Ja, nee, maar dat doe ik ook. Wat jullie doen is, jullie gooien jezelf helemaal los, eigenlijk. En wij zijn natuurlijk eigenlijk een beetje achterhoekers van ja. Eerst maar eens even kijken, hè. Hoe dansen de achterhoekers? Nou, de mannen staan achter in de zaal. Ja, die staan kijken. En om 8:00... Om 8:00 vangt dat dansen aan, zegt Hans Kurpen. Met vrouwtje. En de mannen doen eenvoudige armoefeningen aan de bar. En als dat is echt waar, maar die moeten de gêne een beetje wegdrinken. En op het moment dat ze dan willen gaan dansen... Ja, dan gaan ze los. En dan schijnt de muziek uit en dan gaat iedereen in de huis en dan moet ze weer al in naar bed. Ja. En hou die heupen los, hè, mannen. Ja, vanuit het hele innerlijke, hè, dansen. Toen dacht ik, oh, ik weet niet of ik daar wel zin in heb. Het is niet heel gek, moet ik zeggen. Echt niet. Dit zou je ook op een zomerfeest in het grasveld kunnen doen. Dus als de muziek is en iedereen wil dansen, nou ja. Eén met de aarde. Ja. Ja, het is, ja, dit moet je in een feesttent niet doen. Dat kan ook niet. Kom jongens, inhaken. Inhaken, ja. Dat begint al aardig achterhoeks te worden, hè. En dan gaan we nu allemaal een halve slag naar rechts. Een kwart slag naar rechts. Ja. Ja, en dan echt achterhoeks op het fluitsignaal draaien we om. Omdraaien! En dan lekker op. Ja, bij ons gaat het denk ik minder om het dansen. Meer om het sociale gebeuren eromheen. Ik wil niet zeggen dat achterhoeks dansen dat ik daar zo'n fan van ben, maar dit is anders dansen. Laten we het op anders houden. Wat is achterhoeks dansen dan? Oh, een beetje lomp, hè? En wel grappig dat iedereen gewoon om je heen gaat draaien en contact maakt. Ons zijn helemaal niet verlegen, hè? En wij een beetje wel. Niet, dat had ik niet verwacht. Polonaise linksom en rechtsom. Ja, maar goed, in ieder geval, dat is de achterhoekse dans dan zo'n beetje. En zoals Frans en ik net stonden. Terwijl jullie aan het dansen waren, gewoon... En dan zo zeggen, hoort, oh, het wordt nog heerlijk aan het dansen. Maar dat moet niet vol wilder worden dan dit.